Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Na het grote succes van Harry Potter en de Geheime Kamer gaan we nu... Ga ik samen met Rusty, ga ik Mario, jezus, wat is er met me aan de hand vandaag? Ik ga nog even een keer opnieuw, ja? Ja, doe je ding. Oké, wacht. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Aangezien wij de vorige keer Harry Potter en de Geheime Kamer 100% raced hebben, gaan we nu Harry Potter en de Geheime Kamer... Nee, Harry Potter en de Gevangenen van Azkaban 100% racen. Ik ben er samen weer met Rusty, yay! Ja, het is weer fijn om hier te zijn, mensen. Ik wil zeggen, ondanks dat de vorige serie hartstikke leuk was om te doen, ben ik weer blij om terug te mogen zijn op het kanaal van Milan. Dat is zeer fijn, inderdaad. En ik ga weer mijn best doen om deze te winnen. Ja, nou ja, de vorige heb je ook gewonnen, dus jij moet eigenlijk zorgen dat jij steady blijft en ik moet zorgen dat ik een keer win. Dat is eigenlijk het idee. Ik kan jullie wel alvast een kleine sneak peek geven. Rusty gaat vaker op het kanaal komen, want we hebben alweer een heel leuk project in gedachten. Celebration all around for me. Ik denk dat ik zo meteen ga aftellen dat we dan gaan beginnen. Wat vind jij? Ja, ik vind het een heel goed plan. Oké, 3, 2, 1, let's go! We gaan gewoon Harry Potter en de Gevangenen van Azkaban spelen. Dit is de laatste game die nog goed was. Ja, klopt. Ik vind het echt jammer dat ze niet in deze stijl verder zijn gegaan. Nou, ze hebben het op zich wel gedaan met de Orde van de Phoenix en de Gevangenen van Azkaban. Hebben ze ook een beetje deze stijl gedaan? Zeg, dat is echt gewoon... Je hebt echt gewoon alle vrijheid, alleen je zit wel vast aan bepaalde dingen. Maar je hebt echt gewoon alle vrijheid daar. Ja, de vuurbeker dat is echt. De vuurbeker, ja, de vuurbeker en de ruïken van de dood zijn echt de games waar je niet moet aankomen. Nee. En vooral de vuurbeker, die vind ik echt heel slecht. Ja, want je moet daar. Ja. Bij de vuurbeker moet je alle levels meerdere keren doen om naar het volgende te gaan. Ja, dat is echt geen leuk spel. Nee, daarom. Dus die kunnen we ook een keer gaan. Gewoon om onszelf pijn te doen. We hebben deel 1 nog niet gedaan en misschien moeten we deel 1 ook nog een keertje doen. Ja, ik moet zeggen, als we die kunnen aankomen, dan, ja. Dan weet ik in ieder geval wel wie ik als eerste bel als ik hem gevonden heb. Ja. In ieder geval, je kan niet alle cutscenes hier doorspoelen, helaas. Nee, helaas niet. Tot deel 2. Ik denk dat qua uitwerking deze wel het beste is van de drie, maar ik vind qua secrets vind ik deel 2 het leukst, denk ik. Ja, daar ben ik wel mee eens, want die zitten nog... De secrets zitten hier echt beter, echt heel goed verstopt. Ja, alleen qua gameplay en qua hoe het eruit ziet is deze wel echt beter, hoor. Ja, klopt. Ik heb de intro de laatste keer, of even pas geleden nog even kort gespeeld op aanraden van jou, zodat ik zeker weet dat ik bij een bepaald stuk verder kan. Ja, dat klopt. Dat was bij een bepaalde spreuk, dan kom je op een gegeven moment bij... Zoals Milan noemt, de geüpgrade dwergen. Ja, de geüpgrade dwergen, inderdaad. En dan had je kans dat je gesoftlocked werd. En dan had ik Milan even gevraagd of je even checken of dat bij hem ook zo was. Maar precies. Dat was bij hem was het gelukkig niet, dus dan was dat een zorg minder. Ja, precies. Dat is zeker een zorg minder. Overigens, hè, heb ik één ding wat ik echt super kut vind aan deze game. En daar komen we al heel snel achter. Ik zal wel even zeggen, als ik er ben... Wat ik super kut vind. Misschien dat jij dat ook wel kut vindt. Heb ik zo'n idee dat... Ja, ik weet al wat het is. Wat? Het boek. Oh nee, ik ben nog niet bij het boek. Ben je al bij het boek? Nee. Ik dacht dat je daar al was. Nee, wat ik super kut vind is dat ze... Rick de toontje van... Ja. Nee, ik weet wat jij bedoelt. Ze hebben het icoontje van Rick de Sempra vervangen voor de Pulso. Ja, alleen Rick de Sempra zit wel gewoon nog in de game, alleen dan heeft hij een ander icoontje. Ja, weet je trouwens wat het grappig is, hè, Milan? Nou? Dat is het icoontje van Defendo. Nee, niet helemaal, want Defendo is een soort krul. Rick de Sempra is hier gewoon echt een ruitje, zeg maar. Nee, dat klopt. Ze hebben het ding van Defendo, want je hebt dan zo'n stukje en dan ga je weer naar beneden. Ze hebben dat stuk zo recht geplakt en een soort van ding van gemaakt. Maar het is wel het Defendo-logotje. Ja, ik vind het echt kut dat ze dat hebben gedaan. Ik was echt boos toen ik dat voor het eerst had. Die trippelspel trouwens, daar ben ik nu bij die boekenkast met die trippelspel. Ja. Dat vond ik wel een leuk, vind ik dan wel weer een leuk idee. Ja, dat ben ik wel mee eens. Dat is wel, ik vind het wel jammer dat je deze cutscenes niet kan fixen.
Ik vind het wel leuk dat er heel veel dingen terugkomen. En ik vind het wel raar dat bijvoorbeeld niet alles terugkomt. Zeker dat zo'n continuïteitsdingetje zoals dat, dat ze die logo van die spreuk veranderen, vind ik heel raar. Zeker omdat de spreuk nog gewoon in de game zit. Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Maar goed. Waarom? Ik snap het gewoon niet. Waarom? Ik snap het niet. Ja, wat is het nut ervan? Ja. Nee, dat, Als je het toch al in de game doet, waarom zou je dan dezelfde spreuk een ander logootje geven en dan een andere spreuk dat logo wel gewoon gebruiken? Ik vind dat zo raar. Ja, dat snap ik helemaal, Milan. Daar ga ik zeker mee in, dus... Oh, deze kon ik wel doorspoelen, had ik dat maar eerder geweten. Oh ja, deze kon ik ook skippen. Wel, daar hebben we onze grote vriend Draco Malfoy. Oh ja, je bent al iets verder dan ik. Ja, ik had even een probleempje met het opstarten van de game, dus... Oeh, daar hou ik van. Ja, daarom had ik even een kleine vertraging. Maar ik ben nu ook bij Draco. Goed zo. Oh ja, trouwens, voor de mensen die zich afvragen waarom het er bij mij ineens heel anders uitziet. Ik heb niks van achtergrond veranderd. Ik ben in de tussentijd bij de kapper geweest en een nieuwe microfoon al binnen, want die andere die heeft het begeven. Oh, hoe kan het? Ja, mijn microfoon was ik even goed aan het verzetten, want die laat af en toe nog eens een keertje los. Dat schroefje wat aan de microfoon zat was niet altijd de best meer en die brak toen af. En toen had het hele ding zoiets van, ja weet je, wij gaan mee. Oef, dat is wel kut. Dus maar ik heb de nieuwe binnen, dus mijn microfoon staat nu even op een andere plek, dus... Oké. Ik heb het grote boek verslagen. Monster Book of Monsters. En daar heb je zo'n kaart. We gaan trouwens voor de 100% weer voor alle kaarten en alle die drie uitdagingen helemaal completen, toch? Ja. Ja. En alle schildjes. Yes. Oh, boek, haal gewoon in één keer al die bladzijden, joh. We gaan weer voor de 100%. Ja. Goed zo, Ron. Ron heeft het boek uitgeschakeld. Lekker bezig, Ron. Ja. Ja. Ik vind het ook wel grappig dat je hier als alle drie de personages speelt. Ja, dat is wel fijn. Dat je toch een beetje afwisseling hebt. Oeh, daar komt een Dementor. Ja. Maar ja, in deze game hebben ze ook Zwergbal eruit gehaald. Dat klopt, ja. Nou, en dus... in deel 2 was het optional, hè? Ja, klopt. Oh, en de trein wordt op een handrem gezet. Hoe durf je? Ja, joh. De tempo zat er net zo lekker in, hè? Inderdaad. Ja, het is toch niet normaal, hè? Echt niet normaal. Hoe durven ze? Hoe durven ze de auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk woedend. Ja, dit is niet normaal, joh. Zeggen ze jatten de auto en ze zetten de trein op een rem. Het is gewoon geen goede combinatie, echt, dit. Niet oké. Nee, daarom. Niet te doen. Zo, Ron. Ja, je ziet... Ja. Die beronde angst in zijn ogen. Dit is lekker. Ik moest die koffer met de puls zo moest ik doen, alleen de pulsologe komt niet tevoorschijn. Oopsie. Maar ja, ik ben klaar in de trein. Lekker bezig. Jazeker. Dus ja, ik heb nu gehad van, no one is hiding here is black under our cloaks. Go! Zo, en ik ben nu op Feinstein. Nou, dat doe je snel. Ja, je kon die kast niet skippen. Ja, klopt. Alleen die tweede niet, helaas. Nee, die tweede dat je op Feinstein bent, die kun je niet skippen. Nee. Maar ja, één ding vind ik wel fijn bij deze game. Je hoeft hier niet een knopje combinatie muispatroon, helemaal niks. Je komt gewoon daar binnen en je bent alleen. Precies. Je staat er alleen voor. Dan gaan we zo'n carpe retractum ding doen. Weet je wat ik eigenlijk ook wel een keer als... Heb jij de GameCube-spellen ooit gespeeld? Die heb ik zelfs. Die heb je zelfs. Zullen we die misschien ook een keer doen? Is goed. Die kunnen we dan wel via Dolphin spelen.
Oh ja, ik wil zeggen, ik heb zelfs... Ik hoef niet eens op Dolphin te spelen, want ik heb een capture card voor mijn GameCube. Oh, oké, ja, dat heb ik niet. Ik heb ook geen GameCube meer, vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer. Nee, daarom. Maar ik denk dat ik de Chamber of Secrets wel op Dolphin moet spelen. Aangezien bij mij de game een beetje broken is. Iedereen die post en het gebeuren allemaal vreemde dingen. Oh. Dus ik heb die game ook nooit op YouTube uitgespeeld. Omdat die al iedere keer op het moment dat ik... Voordat je kon saven ben je heel eind verder. En op een gegeven moment zette weer... Op het moment dat ik dan eindelijk weer kon saven, gewoon je ze allemaal die post. Dan kreeg ik een melding van de game is vastgelopen. Oh, dat is wel heel sad. Nou echt, hou je kop, Lupin. Alsjeblieft. Nou, ik mag beginnen. Echt? Hoe kan je hem ingehaald hebben? Hoe kan dat? Ja, het is... Nou, het is... ik heb snelle reactietijd. En niet alleen, maar ik weet toevallig dat je... Ik weet toevallig bij dit ook een trucje. Ja, dan wordt hij nu al vals gespeeld, horen jullie dat? Ja, we moeten er op tijd bij zijn, hè? Dus, ja. Zo, kap retractum. Sponsifico, hoppatee. Oh, moet ik wel goed springen. Hier. Ik ben al sneller dan Lupin. Lekker. Ik ben bij het eerste schildje. Oh, daar ben ik nou ook. Dus we zitten echt vlak bij elkaar. En wat slimmekkies. In alle smaken. Niet eens in de paar, in allemaal, hè. Ja. Oh! Oh ja, dat was ook zo'n ding, hè. Als je hier naar beneden valt, ben je niet dood. Dat is wel eigenlijk wel nice. Nou, je bent niet dood. Je wordt gewoon teruggezet naar het stuk voordat je gaat springen. Ja, precies. Dat is eigenlijk wel goed gemaakt. Dat is zeker. En Carpe Retractum. Hé, ik heb al een geheim gevonden. Ja, en die had ik de vorige keer ook gevonden, maar... Ik en nu niet. Oh, Ron! Die gast Ron is denk, niet goed, hoor! Zoek maar uit. Ron is niet goed, hij loopt vrijwillig van het platform af! Ik snap het wel. Oh, ja, het is... Oh ja, hier was het, ja, dat was ook zo. Ja, hier is een stuk waar ik je voor gewaarschuwd had. Oh ja, nee, daar ben ik nu nog niet, want ik was even vergeten hoe ik het ook weer bij het geheim... Ron, echt, waarom deep dive jij? Wat ben jij aan het doen? Oh, ja, jij hebt het ook, die ligt het niet aan mij. Nou, ik ben nu daar. Een tovenaarskaart die ik bijna gemist had, omdat ik even vergeten was hoe het ook weer werkte. Nee, daarom, ik heb die, dus... CV. Oh ja, hier is inderdaad het gooien ja, met die... hier is een stukje. Uh-oh. Waarom kan je dit allemaal niet overslaan? Ja, dat weet ik dus ook niet. Ja, kijk, hij loopt bij mij, dus dat is mooi. Mensen, mocht je het afvragen, dit was een stukje van de softlock waar ik Milan voor gewaarschuwd had. Ja. Zo. Oh, wauw, hot. Kijk, ik heb al 3 pompoentaartjes. Oh ja, dat is ook een ding hier, ja. Pompoentaartjes. Ja, en ketelkoek. Ah, oh, fijn, jullie zijn ook hier. Hier, jonge vuile bitch. Ja, die doxies zijn hier ook weer... Ja. Hoppatee, lekker Ron. Gewoon Rick de Sempra op het gezicht. Hé, hey, hieronder zit een ding. Niet een ding? Ja, een schild zit hieronder. Kijk, ik heb er nou mooi 3. Milan, ik geef je even een tip. Ja? Je hebt in elke uitdaging heb je 10 schilden. De grote telt ook voor 1. Ah, kijk. Goed om te weten. Dat is een tip waar ik iets aan heb. Dankjewel. Ja, daarom maar. Je ziet dat je afvraagt van... Oh, ik heb er maar 9 en de 10 kan ik niet vinden. De 10e is er eentje. Of de grote is de 10e. Ah, kijk. Thanks voor de tip. Jazeker. Kijk, hier krijg je tenminste een beetje waar voor je smackies. Zeker. Geheimpie. Zo. Ik heb dat geheimpje ook. Pompoentaartje is niet normaal. Zeker.
Op de kapperen tractor, mooi. En schildje nummer 4. Oh! Ik viel. Oh. Hé, we hebben al een safeboekie. Nee, kut. Als je loslaat, dan krijg je momentum. Wat eigenlijk goed gemaakt is, hoor. Ik hoor me... denk alsjeblieft niet dat ik aan het klagen ben, maar het is even kut. Oh. Ik weet namelijk dat deel 3 op de GameCube echt een hele uitgebreide game is. Ja, klopt. Ik heb alleen echt kapot geïrriteerd op het feit, op een stukje van de GameCube met het laatste stuk met de Dementors. Ja, dat was wel kut, ja. Dat klopt. Ja. Dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Ja. Ze hebben de vuurkrabben geüpgrade hier. Oh jee. En ze hebben nou meerdere kleuren. In deel 1 hebben ze ook meerdere kleuren. Ja. Maar er zitten er echt maar 2 in die hele game, geloof ik. Vuurkrabben. Ja, daarom. Zo. Oh, ik heb nou hier 2 verschillende kleuren. Oh, ze zijn samen, allebei een andere kleur, zeg maar. Ja, ze hebben echt alle andere kleuren. In deel 1 zijn het gewoon disco-krabben. Die hebben ze allemaal al heel veel kleuren, zeg maar. Ah, nee, hier is het echt gewoon meerdere kleuren. Ah. Ja, hier zit ook weer een schildje. Sorry. Gezondheid. Oh, ik moet zo nodig schijten, maar we moeten nog 10 minuten. Oh. Een roze krab, oh jee. Hup, hup, thee. Hallo, Mora. Echt, ik weet niet wat het is, maar in die kistjes in deze challenge zitten heel veel kikkers. Ja, net alsof ze denken dat je slecht bent in de game, zeg maar. Ja, ja, voorzichtig, dit mag dan wel de eerste spreuk zijn van de game, maar... Kijk, ik heb al 5 schilden. Zo. Oh ja, hier, deze zijn inderdaad helemaal andere kleuren. Ja, hebben ze wel mooi gedaan op zich. Oh, wat de? Oh, ze hebben ze zelfs nog in het rood en in het paars. Oh, hier heb je trouwens ook... kistjes die hersluiten. Ja, klopt. Nee, ik wil zeggen, in de corporate tractum heb je vooral kikkers die erin zitten. Ja. Kom op, Ron, laat zien waar je spierballen liggen. Trek jezelf dat ding op. Hoppatee, lekker. Kunnen die doxies gewoon wegblijven? Ja. Oh, de polso en de polso. Kan ik niet vallen gaan raken? Kijk, hop, daar open dat ding. Hé, hey, weer schoonsdrachtig. Hoe kom ik daar? Oh, magische poeder. Zeker. Oké, waarom heb ik midden in de... Wat is dit dan weer voor iets? Je hebt midden in de les een laadscherm. Ja, zodat je kan opslaan. Oh, nee. Nee, echt gewoon een laadscherm. Oh ja, daar komt de game het niet aan, denk ik. Nou, nee, maar je zit ook ineens in een hele andere ruimte. Interessant, okay, interessant. Ik voel me hier niet veilig, weet je. Het is hier ik, een paar kaprek tractum spreulen. En een ding waar ik overheen spring! Kijk, want hier... Kaprek tractum, hop. Nee, daar zit een safebook, daar ga ik nog niet heen. Ik wist het, er is hier nog iets. Hoppatee. Hallo, Ron. Ron, hoe moeilijk is het om corporate tractum te doen? Ja, Ron. Tikke me. Paul, zo. Kon je deze game nog iets met smackies, zeg maar? Ja. Die kun je, bij Fred en George kun je daar van alles mee... Oh ja, dat was ook zo. Ja. Dan kun je ook kaarten kopen, geloof ik. Ja, dan kun je kaarten en ketelkoek en... Oh ja, nu heb ik dat laatste scherm, ja. Heel raar is dat. Hé, hey, ik heb 3 kaarten al. Mooi, joh. Ja, ik heb... ik loop al een stukje voor. Ik heb al 7 schilden namelijk. Je bent goed bezig. Zeker. Ja, ik heb... Oh! Dat ging ook nog maar net goed. Ik ging met Ron even Jackass uithangen. Oeh, dat moet je niet doen. Ja, maar ik had toch gek. Het moest toch gek eens gebeuren, want. Oké. Vooruit. Ja, hup, dwergen, gooi je. Wacht, hup, gooi je dingen. Dit? Oh, hier. Hey, ketelkoek. Ketel.
Klik de Sempra, hoppatee. Kijk, de ketelkoekjes. Oh, het. Hoppala. Hoe? Wat doen? Ja, ik heb ook. Nu, ik heb nu ook 7 schildjes. Nou, ik heb gezegd, ik ben nu bij de 8e. Kapo retractum. Hoppatee. Lummels. Mijn grote vriend Lummels. Maat. Ik nu katapulde ik mezelf over het platform heen. Wauw. Oeh. Yes, ik heb er 8. Hoppatee. Om maar 2 te gaan. Oh, god, zo rond. Daar ging je bijna weg. Hey, ik zie de grote al. Oeh, dan ben je al ver. Ja, maar ik mis er één. Ik heb hem 8. Oh. Ja, dan ben je geen Pokémon meester. Pokémon nog wel? Ja. O jee. Als het Pokémon titel op de ding staat, dan is het inderdaad niet goed. Nee, ga je me nou vertellen dat ik hier nog een keer terug moet komen? Ah, dat is lullig. Oh jee, daar gaat mijn voorsprong. Dat is zeer nice. Ik ga... Ja, hier kan je dat wel checken trouwens. Ja, ik mis er één. Ik dacht dat het ergens kon. Oh, ik moet terug. Sad. Hey, zullen wij de aflevering beëindigen? Ja, zullen we eventjes wachten? Ik zit nou in de laatste scherm. Oké, dat is goed. Ja, ik kom... Hoe zeggen, wij gaan hier uit en ik kom gelijk weer terug. Professor Lupin, met je verstoppen van die schilder. Echt hoor. Hoe durft hij? Ja, hij kan, Milan. Ja? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende keer. Adios, amigos.